Utrechtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Zuidwest heeft vandaag in opdracht van minister Roline Samsudin van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer de naambordjes in de omgeving van de trimbaan in de Cultuurtuinlaan laten verwijderen. Enkele onbekenden hadden namelijk afgelopen week de naamborden geplaatst. Een groep sporters heeft direct rugbaarheid gegeven aan de vermoedelijke gronduitgifte in de omgeving. Dit deden zij na geconfronteerd te zijn met grenspalen en bordjes met daarop familienamen van vermoedelijk de personen die denken dat zij de eigenaar van het terrein zijn. Het ministerie van RGB heeft vandaag een oproep gedaan aan deze personen om zich bij het ministerie aan te melden. Niemand heeft zich echter aangemeld, waarna de borden werden verwijderd. RGB-minister Samsudin zegt dat er onderzocht wordt of er inderdaad grond is uitgegeven in de omgeving.